Goedemiddag allemaal, mijn naam is Karin Stammer van de Werf. Dit is mijn man Roderick Stammer van de Werf. En het is vandaag alweer zondag 21 juni. Ja, het is nu 3:30 geweest. En wij gaan weer eventjes een ritje Rotterdam doen. En het is in Den Haag druk. Ja. Hoe ga jij rijden? Via de Koningstunnel? Dat zou komen. Ik weet niet of die af is gesloten. Dus, maar oké, wij wensen jullie heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, we weten het. Deze raam is niet helemaal mooi schoon meer, maar oké. Het is echt vies, ba. Zo, het is daar ook lekker vol. En Malieveld is ook allemaal vol, vol, vol. Waar komen jullie allemaal vandaan, mensen? Van Malieveld of zo. Gedemonstreerd of zo. Je mag hier maar 30, hè? Stond er. Ja, dat lijkt me handiger, ja. Het is stervensdruk. Miep. Iedereen die wil nog gaan demonstreren, wat denk jij? Lekker. Handig. Toch meneer, en demonstreren is handig, hè? Demonstreren is handig, hè? Demonstreren, en dat is handig, hè? Heel handig. Ja, dat dacht ik al. Je staat er mooi. Sorry. Ik heb erg. Maar je wil zeker zo en dan zo. Ja, net aan de druk het daar is. Ik denk dat daar ook druk is. Dus als we eentje doorsteken dan. Ja, prima. Dan gaan we nog eentje doorsteken. Dat is handig. Dat is handig. Want ik zie daar gewoon helemaal mooi lekker doorlopen. Uitkijken voor die oud busje. Zo, een beetje meer gas geven, schat. Dan zit je met die te grote schoenen. Hè? Zit je met die te grote schoenen. Een te grote schoenen? Ja, ze zijn breder. Als ik op de rem druk, dan heb ik meteen het gaspedaal in. Extreem naar links gaan we ermee. Ja, maar dat is jouw gevoel en dat die groter is. Maar het is iets. Aan de andere kant is het een stuk breder. Ja, de zool. Ja, de zool is breder, ja. Sorry. En maar de schoen is niet breder, maar de zool is breder. Ja, maar dan kun je hem krijgen ook. En als ik aan jou. Aan de onderkant. Schat, als ik aan jou vraag van hoe lopen de schoenen. En welk antwoord krijg ik dan van jou? Dat schoenen lopen niet. Ik loop in die schoenen. Ja, maar dat is dus gewoon een vraag aan jou van hoe loopt het voor jou? Ja. Dus dat is gewoon een algemene vraag. Ja. Maar als iemand aan mij vraagt van joh, hoe loopt het? Dus hoe lopen de nieuwe schoenen? Ja, dat lekker. Moet je niet zo gaan zeggen van ja, maar het loopt niet, want ik loop erin. Maar dat is gewoon een vraag, gewoon algemeen. Hoe loopt de schoenen? En jij moet dat niet zo sarcastisch gaan oppakken van ja, maar... Nee, niet sarcastisch. Ja, nee, ja, ik zeg het een beetje fout met mijn sarcastisch, maar ik bedoel het even anders. Mag dit? Is dat handig? Nee. Ineens twee rijstroken naar links opschuiven. Is niet handig, niet. Nee. Maar ja, maar ja, toch, nee. Hier een gele lijn hoor, weet niet. Gele lijn, punt wel. Ik blijf dit toch een heel mooi plaatje vinden. Maar ze willen vooraan in de wachtrij, schat. Snap dat? Ja, snap ik. Nee. Kop van Zuid.
Kijk, en daar heb je de Dio zijn woning. Over 600 meter, sla linksaf naar de... Ja, toen waren we dus al wel lekker thuis. Ja, en die ben ik ook heel blij mee, moet ik zeggen. Ja. Maar we zijn dus ook eventjes bij mijn schoonvader geweest. Omdat het dus vaderdag is van vandaag. Maar we mochten nog niet binnenkomen. Nee. Terwijl alles een beetje versoepeld. Terwijl hij dus niet in de binnen kwam. Nou, best prima. Nou, dat hebben we gewoon echt gerespecteerd. Ja, dat doen wij. Heel netjes. Dus, nou ja, en we hebben weer even alle drie de vestigingen van Isaac en de schittering vandaag eens een keertje bezocht. Alle drie, dus dat scheelt weer. Zo, Roderick ik dan weer zeggen. Roderick is even bezig met mijn eten weer op te warmen. Yep, wat we gisteren hebben gehad bij mijn grote vriendje Maas in Den Helder. Dus dat ga ik zo meteen lekker oppeuzelen. En Roderick gaat nog even kijken. Welke fouten hij kan gaan maken. Want ik ben druk bezig dus met mijn theorie. Ja. Dit zijn nog de oefenvragen. En dan straks lekker knallen. Dus met oefenvragen kan je dus gewoon nog fouten maken. Dus ja. En gewoon elke avond even één of twee hoofdstukjes. Dus komt helemaal wel goed. Hoop ik toch. Ja.